Ja, zondag gaat het derde seizoen in de hoofdklasse voor de mannen van de Almeerse Hockeyclub beginnen. En we blikken deze middag vooruit op dat nieuwe seizoen met verslaggever Florian van Veldhoven. Hij is namelijk op het terrein van de Almeerse Hockeyclub. Een van de hoofdrolspelers dit seizoen is Terrence Pieters, international, maar bovenal kind van de club. Florian, waarom wil die Terrence zo graag bij de club blijven? Vertel. Dat is een hele goede vraag, Leo. Ik kan het een beter zelf stellen. Terrence Pieters inderdaad. Aankomende zondag begint het seizoen tegen Bloemendaal. Dat is nog niet verteld. Maar de grote vraag, international en jij blijft bij de Almeerse Hockeyclub. Waarom? Ik heb het gevoel dat ik me eigenlijk nog op de Almeerse Hockeyclub heel goed kan ontwikkelen. We hebben een team waarin de rollen voor de jonge spelers toch ook verdeeld zijn. Dat wij de kar mogen en kunnen trekken. En die rol ligt me heel goed. Ik voel me heel comfortabel daarbij. We hebben een heel jong team, heel getalenteerd. En we zijn gewoon heel ambitieus om naar boven te kijken. En er komt natuurlijk ook een beetje clubtrots en clubtrouw bij kijken. Maar ik hoop gewoon dat we met Almere stappen kunnen zetten naar boven toe in de hoofdklasse. En dat zijn eigenlijk de voornaamste redenen dat ik bij Almere wilde blijven. Nou, toch met Jonas de Geus, ook international. De rest van de internationals die spelen allemaal bij de topclubs. Hè? Bij Kampong, bij Bloemendaal, bij HGC. Die zijn de enige twee internationals die eigenlijk buiten die top 6 zitten. Je zou kunnen denken, ja, bij zo'n grote club dan kan ik spelen om landskampioenschap, Europees hockey. Was het lastig om afgelopen zomer dan toch die keuze te maken om bij de Almeerse te blijven? Enigszins wel. Wat je zegt, landskampioenschappen, daarom voor spelen, voor de prijs spelen, dat prikkelt elke sporter natuurlijk wel. Elke sporter wil natuurlijk gewoon winnen. Alleen, ik denk dat we een unieke club hebben, een uniek samenstelling in het team en heel veel talent in het team. Ik zou de meeste voldoening uit mijn carrière halen als ik kan zeggen dat ik met Almere gegroeid ben naar de top van de hoofdklasse, dan dat ik de overstap nu al zou maken. Ja. Stel, je komt toch ooit voor die keuze te staan, want je wil ooit de keuze wel ook persoonlijk, hè, het hoogste nastreven. Je zegt, het liefste heb ik inderdaad met Almere naar de top, maar stel nou dat je toch tussen die keuze komt te staan, dat jouw groei sneller gaat dan de groei van de Almeerse. Waar kies je dan voor? Ja, dat zal iets voor de toekomst zijn. Voorlopig voel ik me dus gewoon nog goed bij Almere. En wil ik de top bereiken met Almere, top van de hoofdklasse. Wordt dat niet haalbaar om een van de redenen, dan zien we dan wel of we naar andere clubs zullen kijken. Maar vooralsnog geloof ik nog in het proces en in ambitie. Dus vooralsnog bleef ik bij Almere spelen. Derde seizoen in de hoofdklasse. Merk je dat je elk jaar een stapje maakt? En welke stap wil je dit seizoen dan maken? Zeker, ik merk dat we stappen maken. Als team en persoonlijk heb ik het gevoel dat we met z'n allen heel hard aan het ontwikkelen zijn. We zijn jong, we zijn heel gretig, we trainen hard. Vorig seizoen op de ranglijst zijn we niet gestegen. Maar wel qua spel heb ik het gevoel dat we tegen veel meer tegenstanders echt een wedstrijd van konden maken. En ik hoop dat we dit seizoen dat die lijn voor kunnen zetten. Dat we van meer tegenstanders kunnen winnen dit seizoen. Tegenstanders echt lastig kunnen maken en een paar keer kunnen stunten. En of dat dan zal resulteren in een hoge plek op de ranglijst, dat zou hartstikke mooi zijn. Maar voor ons gaat het eerst gewoon om zo snel mogelijk beter worden. Dan is het resultaat, dan zien we aan het eind van het seizoen waar we staan als we maar handhaven. Zondag is de wedstrijd tegen grootmacht Bloemendaal. Kunnen jullie stunten? Absoluut, absoluut. Ja, je begint 0-0, dus je kan altijd stunten. Maar nee, ik geloof er echt in. We zijn gegroeid in het opzicht van vorig seizoen. We worden beter. En ik heb het gevoel dat we, zoals ik net al zei, we echt stappen maken. En ja, het is de eerste wedstrijd van het seizoen. De club zal volstaan met het publiek. Wij zijn heel gretig om te beginnen. Ja, laat ze maar komen, zou ik zeggen. Ja. Grote vraag is, kan je spelen? Want twee weken geleden in een oefenduel tegen HIC, nare actie. Hè? Een keeper die stik bleef in het veld staan. Ik hoop dat ik het nu goed uitleg. En jij kwam een beetje borstbeen tegenaan. Ja. Toen was de vraag, is het gebroken of is het gekneusd? Als het gebroken was, dan was de Almeerse jou heel lang kwijt geweest. Het is gekneusd. En de vraag is, ben jij zondag fit? Ik ben zondag fit, gelukkig. Ja. Je kan gewoon spelen? Met pijnstillers. Nee, mijn borstbeen is wel gekneusd. Niet gebroken, gelukkig. Als het gebroken was, stond ik iets langer aan de kant. Maar hij is gekneusd, gelukkig. Dus ik kan spelen met pijnstillers. Dus ik zal er zondag gewoon bij zijn. Je kan spelen, maar het doet dus wel pijn, begrijp ik. Ja, absoluut. Ja, pijn is anders. Het is nog vervelend. Het liefst speel ik wel met pijnstillers, anders heb ik er nog wel last van. Maar als ik met pijnstillers speel, dan voel ik tijdens de wedstrijd, tijdens de training helemaal niks van.
Dus dan acht ik mezelf fit, ja. Afgelopen zomer zou je met het Nederlands elftal de Champions Trophy spelen. Dat ging niet door vanwege een hamstringblessure. Als je dan ook nog de start van de competitie zou missen vanwege het borstbeen, dat zou helemaal een ramp zijn dan, hè? Ja, het zou heel zuur zijn. Maar gelukkig is het niet zo. De afgelopen zomer was even zwaar. Om de blessure de Champions Trophy te moeten missen, heb ik even moeten verwerken. Maar ik heb heel veel zin om weer te beginnen. En gelukkig sta ik er zondag, dus ik kan niet wachten. Terrence Peeters, hij kan niet wachten. Aankomende zondag vanaf 14:45 op Sportpark Kleinbrand. Dan die eerste wedstrijd tegen Bloemendaal. Straks de voorzitter Rob Bakker. Met hem gaan we het hebben over de toekomstplannen van de Almeerse. Wat is de identiteit en hoe gaan die Almeerse die stappen zetten richting de top? Want dat is toch wat de Almeerse heel graag wil.